In Hees in Noord-Brabant zijn twee dode botvissen gevonden op de plek waar een nieuw asielzoekerscentrum is gepland. Het gemeentebestuur wil daar 500 vluchtelingen opvangen. De ene walvis hing aan een ketting aan een boom, de andere lag op het dak van een transformatorhuisje. Bij de dieren zijn borden geplaatst met de teksten 500 is te veel en Hees tegen AZC. Het is nog niet duidelijk wie er achter de actie zit. De komende dagen wordt onderzocht hoe de walvissen daar terecht zijn gekomen. De botvissen zijn inmiddels weggehaald.